Live. Yes. Ik ga alvast mijn hydraterende crème beginnen smeren. In afwachting van de melding op Instagram. Voilà. Dus ik heb mijn gelaat alvast even gereinigd voor ik begonnen ben. En ik ben nu eventjes mijn hydraterende crème aan het aanbrengen. Dag Lisa, hallo. Dan is dat toch allemaal een beetje gladder, hè? Dan smeert alles wat beter. Hey Karel, hallo. Voilà. Dus, hè? Ik ga nog heel even wachten. De mensen zijn nog goed aan het binnenstromen, hè? Ik gebruik trouwens de crème van Likami. De hydraterende crème van Likami. Eens even kijken. Hey, hallo. Dag aan. Aan of Anneke? Anneke. Zo. Voilà. Ik heb alles al bij de hand genomen. Ik ga alvast beginnen met een beetje te vertellen natuurlijk. De meeste van jullie zullen Ayin Clean wel kennen natuurlijk. We zijn een Belgisch make-up merk. Volledig mineraal. Hey Pascal, hallo. Dus wij gaan voor gezonde, eerlijke make-up. Dat is het doel. En ik ben Greetje. Ik ben Greetje van Make-up Brows & More. Mijn zaal... Zalig. Ik begin hier terwijl mee te lezen en ik raak de kluts kwijt. Dus mijn zaak is gelegen in Schoten. In Antwerpen is dat. En ik ben verkopend van Ayin Clean sinds november 2020. Dag Vanessa, hallo. En ik ben heel enthousiast verkopend. Dus voilà, ik hou ook heel graag live. Dus daarom ben ik hier nog eens. Ik ga alvast beginnen met de primer aan te brengen. Onze primer van Ayin Clean bevat hyaluronzuur. Dat is extra hydraterend. Ga ook al de eerste ondefinieerde wat glad strijken. En gaat er vooral voor zorgen dat je make-up beter gaat blijven zitten. Vandaar dat het dus wel belangrijk is om de primer te gebruiken. Zeker als je wat een vettere huid hebt of naar de zomer toe. Als je wat meer gaat zweten en zo, dan is de primer heel handig om je make-up beter te laten zitten. Eén pompje is meer dan voldoende voor heel je gelaat. En dat brengt je aan met je liquid brush. Ik ga mij alvast even excuseren voor mijn penseel. Die zien er namelijk allemaal een beetje vuil uit. Natuurlijk omdat ik die al gebruikt heb vandaag. Hey Leslie, hallo. Ik heb die wel ontsmet en zo ondertussen, maar je gaat wel zien, ze zijn niet mooi wit. Ten deze valt nog mee, dan heb ik nog wit gekregen snel. Ik ga mijn primer dus aanbrengen. Ik stempel altijd eerst even, zodat dat goed verdeeld is. En dan ga ik dat pas met mijn liquid brush over heel mijn gelaat verdelen. Vooral als je een vettere huid hebt of een vettere T-zone, heel goed op die T-zone is eigenlijk heel belangrijk. En dan verspreid je de rest gewoon over heel je gelaat. Voilà. Als er intussen tijd vragen zijn, mogen jullie die altijd stellen. Ik doe mijn best om dat tussendoor mee op te volgen en er zoveel mogelijk op te antwoorden. En als ik niet kan antwoorden, er zijn volgens mij nog wel verkooppunten aan het meekijken die ook antwoord kunnen geven als het nodig is. Voilà. Dus we hebben onze gelaatsprimer alvast aangedaan. En een tweede belangrijke stap is onze oogprimer. De oogprimer van Ayin Clean, die komt met zo'n superhandig borsteltje. Kunt je gewoon rechtstreeks op je ogen doen. Voilà. En voor de rest smeer ik dat gewoon uit met mijn vingers eigenlijk. En dat mag eigenlijk goed tot tegen je wenkbrauw, mocht je dat eigenlijk helemaal gaan doen. Er zit zo een klein beetje een glans in. En ook weer de hyaluron voor extra je oogleden al te hydrateren. Let wel op, een primer vervangt geen goede dagcrème. Hè? Dus altijd eerst dagcrème, vervolgens pas primer. En dan qua foundation, zijn er mensen die een voorkeur hebben? Je kunt eigenlijk, ik heb de liquids bij mij staan, ik heb de losse foundation bij mij staan, maar ik heb zelfs de compacte hier liggen. Dus als er iemand een voorkeur heeft, mogen dat nu even shooten in de comments. Dan laat ik deze zien en anders start ik... Primer ook onder de ogen. De gewone primer wel, hè. Ja, dus dat doe je hier gewoon mee met je gelaatsprimer. Dus hier. En je oogprimer doet je boven je ogen. Bij mij is de foundation niet zo goed. Ik lijk nog ouder ermee. De poeder daarentegen smelt in mijn huid. Waarschijnlijk heeft het met hydratatie te maken, vermoed ik. Meestal is dat het probleem, hè. Als je foundation hard ziet liggen, heeft het vaak met hydratatie te maken.
En wat een tweede probleem kan zijn, is dat je te veel product gebruikt. Dus van de liquid foundation is ook één pompje meer dan voldoende voor heel je gelaat te doen. Christel zegt, ik zou de compacte wel eens willen zien. Pascal zegt, liever de losse. Compact. Zegt Lisa ook. Zullen we dan de compacte doen? Het is 2-1. Voor de rest is er niet veel gestemd. Ik ga ook niet te lang wachten natuurlijk, want dan loopt mijn live. Ik ben al iemand, ik praat nogal veel en nogal graag, dus mijn lives lopen altijd nogal uit. Ook de compacte. Alright. Dan gaan we voor de compacte. Ik gebruik zelf de medium van de compacte. Je koopt je eigenlijk los als refill. Zo. En je steekt je in je paletje. Ik moet toegeven, ik ben hier weer een beetje aan het improviseren. Ik had eigenlijk mijn paletje al gevuld met mijn oogschaduws. Daarom dat hem niet in het paletje zit. Ik zal hem maar even insteken voor de veiligheid. Dan laat ik hem niet zo gemakkelijk vallen. Dus ik gebruik de medium. Mag compacte iets zijn, voilà. Dan is het iets anders. Hè. Aanbrengen doe hetzelfde als met de Loose Mineral Foundation. Doe je ook weer een kabuki. Goed erop. Draaien. Even afkloppen meestal ook. En dan ook weer hetzelfde verhaal. Ik ga altijd wat stempelen. Dus ik stempel mijn kleur altijd eerst op mijn voorhoofd, mijn twee wangen. Dat je zeker een goede verdeling van je product hebt. En dan pas ga je beginnen met de rondjes te draaien. Maar je ziet, die verdeelt eigenlijk direct ook heel mooi. Die egaliseert ook al heel mooi, vind ik zelf. Dus goed draaien. Welke kleuren zijn er van de compacte? Bij de compacte heb je geen onderscheid in huidtoon. Hè? Dus heb je geen gele of rode ondertoon. Daar heb je enkel... Die zijn allemaal neutraal. Dus dat wil zeggen dat die voor iedereen kunnen. En die zijn gewoon er in drie tinten. Light, medium en dark. Dat is eigenlijk zoals bij de vloeibare foundations. Die heb je ook gewoon in light, medium en dark. Voilà. Ik ben eens even aan het kijken... Nu, normaal zou ik... Dit is voor mij eigenlijk dekkend genoeg. Voor overdag is dat voor mij zeker dekkend genoeg. Maar ik zal misschien nu even een tweede laagje doen. Dat het goed duidelijk is voor jullie. Hè? Dus ik ga hier gewoon nog eens even een tweede laagje over doen. Ja, dus de compacte is inderdaad matter dan de losse, Sarah. Dus in de losse heb je vooral heel veel van die mica zitten. Die mica is een mineraal dat voor de glans zorgt. Hoe meer dat je wrijft, hoe meer dat je rondjes draait en op je gezicht wrijft, dus hoe meer dat je die warm maakt, doe je die mica eigenlijk kapot. En dan gaat je glans er wel wat af. Maar de compacte is sowieso matter. Ja, inderdaad. Dekkende rok, zegt Charlotte. Ja. Dus in deze is echt wel nu... Ik heb nu gewoon twee laagjes aan en voor de rest nog niks. Ik heb nog geen concealer aan of zo. Dus die dekt wel heel mooi. Toegegeven, zoals morgens in de badkamer. Ik moet zelf nu van mijn losse twee kleuren mengen. Ik ben nu maar 3 weken open geweest in mijn salon. Maar ik moet wel zeggen, die 3 weken dat ik open was, was ik morgens wel snel geneigd om toch naar de compacte te nemen in de plaats van de losse. Omdat gewoon dan maar één potje is, is toch wel gemakkelijker, eerlijk gezegd. Allee, te lossen is ook nog gemakkelijk, hè? Maar voilà. Ik ga dan toch een beetje van onze concealer aanbrengen. Concealer brush hebben we dan nodig. En we hebben de concealer stick. Of we hebben de loose mineral concealer. Ik zal gewoon... meestal doe ik zelf eigenlijk met de stick. Maar ik zal ze beide laten zien, omdat veel mensen toch graag dat verschil zien. Wat is belangrijk met de stick? Doe dat niet rechtstreeks op je ogen. Heb je de 1 of de 2 gebruikt? Ik heb nu de 2 gebruikt, Carol. Dus dit is de medium die ik aan heb. Van de compacte. De stick, als je dat rechtstreeks doet, dan gaat het te veel product hebben. Dan gaat die lijntjes kruipen en je gaat eigenlijk rimpels creëren die er niet zijn. Dus je brengt dat aan met je borstel. Pakt gewoon zo'n beetje en dan gaat je dat gewoon zo aan je twee buitenste ooghoekjes. En dat gaat je dan zo naar elkaar toe blenden. Dat dat heel fijn wordt aangebracht. Dat je zeker geen te dikke laag hebt van die crème onder je ogen. Je kunt die ook heel gemakkelijk eigenlijk onder je foundation al aanbrengen. Als je de poederfoundation gebruikt. Dan plakt het minder natuurlijk. En dan plakt het niet meer.
Je ziet, het is toch een groot verschil, hè. Vanaf dat je concealed en lijken je ogen kleiner, maar dat is gewoon omdat je alle oneffenheden wegdoet, hè. Ik wist niet dat je de concealer ook na de poeder kan doen. Je kunt dat dus wel, Elisa. Je kunt dat. Meestal doe ik je dat ook ervoor, maar het hangt er een beetje vanaf wat je wilt. Als je er dan over gaat, als het heel dekkend moet zijn, dan kun je beter nadien doen of zo nog eens een beetje bijwerken nadien. Meestal doe ik het ook ervoor, zo, maar het kan dus perfect ook wel. Dus alleen als je nu, als je concealer ver zou uitsmeren en je gaat er nog met poeders over, dan moet je wel zien dat hem eerst afgepoeierd is. Het andere oog zal ik nu met een losse poederconcealer doen, met een poederconcealer. Dus dat is de neutrale van kleur. Daar heb je ook enkel de neutral in. Neutral. Neutraal, ik weet het niet zo goed. En die gaan we dan ook zo gewoon... Ik vind die persoonlijk, voor mij is die iets te licht. Ik gebruik liever de stick. Ik vind de stick fijner in gebruik zelf. Maar sommige mensen houden het niet van dat crème textuur. Dus dan... concealer is inderdaad een wereld van verschil, absoluut. Dus je kunt ook de poederconcealer. Persoonlijk is de stick concealer mijn favoriet. Omdat je die ook ineens kunt gebruiken om puistjes en zo weg te werken. En dat vind ik zelf met de poederconcealer niet zo praktisch. Voilà. Dus eigenlijk de basis zit erop nu. Hè. We zijn geconcealed. We hebben onze foundation aan. Kunnen we door naar de volgende stap? De loose is lichter dan de stick. Ja. Dus die heb je enkel in neutraal en in het groen. Maar die is... Ja, kun je dat zien? Nee, je kunt dat niet goed zien. Hè. Nee, wacht. Ik ga proberen of ik het kan laten zien. Kun je het zo kun je het wel een beetje zien. Die is echt meer naar de beige kant. Terwijl dat in de stick zit meer een oranje ondertoon en in de poeder meer een gele ondertoon. Dus als je echt donkere wallen hebt, dan moet je meer naar dat oranje gaan. Als je echt zo blauwe wallen hebt, dan moet je echt wel naar het oranje gaan om die te camoufleren. Zo. Even denken. Gaan we eerst onze huid doen of eerst onze ogen? Heb ik felle kleuren gepakt? Nee, ik zal eerst de huid even afwerken dan. Hè. Ik ben zelf ook een mega fan van onze... Hier, Nilde, hallo. Mega fan van onze... bronzer. Amai, ik moest goed nadenken. Dus ook onze compacte bronzer, die komt hetzelfde als onze foundation. Die koopt je een refill en een doosje en dan klikt je gewoon heel mooi in elkaar. Met een bronzer breng ik graag aan met de fanbrush. Je doet dat niet bovenop zo. Je houdt je borstel een beetje plat om je kleur te pakken. Wat super belangrijk is, is altijd goed afkloppen. Voilà. En dan uw bronzer. Eigenlijk brengt u een bronzer aan op de hoogste delen van uw jukbeen en aan uw voorhoofd. Je kunt dat over uw neusbrug en op uw kin zo. De plekken waar het de zon eigenlijk uw gelaat raakt. Ik gebruik mijn bronzer ook zo een klein beetje om mee te shapen normaal. Dus ik zet die dan iets lager dan waar je normaal uw bronzer zou doen. Maar ja, ik zal het nu doen hoe dat moet. Hè. Dat het hier juist uitgelegd is. Dus uw bronzer. En dan gaan we dat aan de andere kant ook doen. Zicht ze op het hoogste stuk. Je ziet, zo is dat een streep. Dat is niet de bedoeling dat dat een streep blijft, natuurlijk. Hè. Dat is gewoon even om jullie goed te laten zien waar je het moet doen. Je voorhoofd, hè, echt zowel aan je haarlijn eigenlijk. Dat is zo wijs in de zomer wat bruin. Dat is meestal ook zo aan die haarlijn wat duidelijker. En dan doe je dat ook hier beneden zo'n beetje. Zie je natuurlijk niet dat je daar een bruin streep hebt. Dat is niet de bedoeling. En dan gaan we die eigenlijk verdelen in een drievorm. Gewoon om dat zo wat losser te maken en om te zorgen dat dat geen strepen blijven. Je ziet nu met die fanbrush verdeelt dat nog niet zo super goed verder. Hè. Dat echt inblenden, dat doe ik eigenlijk nadien altijd nog terug met mijn kabuki. Nu is dat de streper, je wilt dat niet. Ik ben nog steeds in dubio tussen bronzer en blush. Kan je daar iets meer uitleg over geven? Dat is eigenlijk gewoon een hele persoonlijke keuze, moet ik zeggen. Als ik mij volledig opmaak, gebruik ik ze alle twee. Dus ik ga ze nu ook alle twee gebruiken. Als ik mij niet volledig opmaak, dan ben ik een voorstander van een bronzer. Dus dan is dit mijn look met mijn mascara. En dan vind ik dat je er direct heel mooi in gekleurd uitziet. Maar dat is eigenlijk echt een persoonlijke keuze, Christel. Christel of Christel, ik hoop dat het Christel is, dat ik het juist zeg.
Dus ook weer om te blenden, kun je dan zo die drie bewegingen even goed maken. Maar je ziet, die strepen, dat is helemaal weg nu. En toch, als je mij langs voor ziet, heb ik wel die warme gloed nu. En dan kun je altijd op het einde zo je penseel nog wat afkuisen over je neus, over je kin. Voor zo die extra kleur nog. En ook dat kun je dan weer wat uitblenden. Dus dit is een bronzer. De blush. Ik vind zelf de bronzer mooier, omdat ik dat graag heb, dat je hier ook wat meer kleur krijgt. Als je blush aandoet, dan heb je dat enkel hier natuurlijk. Maar dan heb je hier nog altijd zo heel vlak. Maar dat is echt een persoonlijke keuze. Dus daar is geen goede fout. Er is geen goede fout bij. Ik heb van blush gekozen de Popular Pink 2. Dus dat is de medium tint van de roze ondertonen. Hoewel dat ik een gele ben, van huidtoon, hè. Maar het is niet omdat je een gele ondertoon hebt. Hè? Dus ik heb peach van foundations, maar met de blushes kan ik eigenlijk alle kleuren gebruiken. Wanneer doe je geen pink, als je van jezelf heel rode blushen hebt, heel rode wangen hebt, hè? Als je coupe rose of zo hebt, mag je geen pink blush gebruiken. Want dan gaat dat gewoon extra accentueren en dan moet je echt peach gebruiken. De blush. Kun je aanbrengen weer op twee manieren. Hè? Of eigenlijk op veel meer natuurlijk, maar... Je kunt kiezen voor onze blushborstel of voor de fanbrush. Ik ben zelf heel erg fan van de fanbrush. Omdat je dat dan wat subtieler kunt doen. Dus ook hier weer gaat je met de... Dus pak gewoon dezelfde borstel waar ik er juist met een bronzer mee gedaan heb. Hè. Dankjewel. Duidelijk antwoord voor het snelle ochtendritueel. Voilà. Dus ik neem de fanbrush. Je pakt ook weer met de zijkant uw kleur op. Goed afkloppen. En dan gaan we zo... Heel lichtjes. Zie je dat? Met die fanbrush kun je die super subtiel aanbrengen, die blush. Wat je altijd hebt en met de minerale poeiers, is dat die in het begin iets feller zijn. En dat, die smelten wat meer in je huid. Hè. Dus dat heel felle gaat er sowieso nog af. Voilà. Dan doen we dat aan deze kant ook even. En je kunt dat zo wat, ja, in een achtje doen of in een ovaletje. Heel luchtig in elk geval. Als je dat toch wat te fel vindt, ook hier weer, pak ik ook gewoon mijn kabuki. En ga ik die er ook gewoon zo even over. Om die felheid en die streep eraf te doen. Zie je? Dan is dat ineens heel mooi ingeblend in je gelaat en je hebt geen strepen meer. Hier ook. En dan is dat fel effect er helemaal af. Oh, en ik zie, ik ben een highlighter vergeten pakken. Ah, de mensen die mij kennen van op mijn eigen kanaal, die weten dat. Ik vergeet altijd iets. En ik was zo goed voorbereid nu. Maar ik ben hem toch vergeten te nemen. Als jullie graag een highlighter willen zien, comment het dan even. Dan ga ik hem subiet wel halen. Is dat ook maar achter doekjes, hè? Dus dat is geen probleem. Dan ga ik hem even pakken. Maar ik zal ondertussen al voortdoen. Voilà. Dus eigenlijk is onze huid klaar op de highlighter na. Kunnen we overgaan naar de ogen. En ik heb deze keer voor onze compacte oogschaduws gekozen. Ja, voilà. Sarah en Janice, ze moeten al lachen met mij, die kennen dat al. Ah, Femke, ja, jij kent dat ook al, hè. Ja, graag. Oké. Okay. Charlotte antwoordt, ja, ik wil ze graag zien. Dus we hebben oftewel de Morning Glow, dat is de lichte, oftewel de Sunset, dat is een bronskleurige. We hebben ook de Pink Sky. De Pink Sky is onze limited edition highlighter die je krijgt bij aankoop, in de aankoop van 20 producten met je klantenkaartje in je verkooppunt. Dus die heb ik ook. Dus post nog even de belke dat je wilt zien en dan ga ik hem halen. Kleurtjes van de oogschaduw heb ik er alvast 4 gekozen. Oh my god, mijn potje is helemaal vuil. Excuseer. Ja, sorry voor het vuile potje. Niet naar het potje kijken, maar naar de mooie kleuren die erin zitten. Dus ik heb gekozen voor de Clean, de Pretty in Pink, Conscious en Mad About You. Heel graag de Pink Sky en de Limited Edition. Oké, ik ga hem even halen. Jullie gaan eventjes naar mijn hele mooie roze muur kunnen zien. Ik ben zo terug. Ik heb hem al gevonden. En gelukkig kunnen jullie mij niet helemaal zien, want ik bedenk mij nu dat ik hier echt mijn kerstsloefen aan heb. Dat is het voordeel van al dat online gebeuren. Dan zie je het niet, hè.
Oké, dus voilà. Ik heb hier de Pink Sky er al bij genomen. Dan zal ik die eerst gebruiken. Dus onze Pink Sky zit eigenlijk een beetje in de tinten van de Sunset. Die is een stukje lichter dan de Sunset. En hij glittert vooral nog een stuk meer. Dus de Sunset is echt wel een hele warme. En deze is iets lichter van kleur en hij glanst wat harder. Dus we gaan die aandoen. Dus ik heb mijn bronzer aangedaan, ik heb mijn blush aangedaan. En ik ga dan nu met de highlighter erbij. Ook weer hetzelfde penseeltje, gewoon op dezelfde manier goed uitkloppen. Zeker met een highlighter. En heel luchtig erlangs. Zie je dat? Zien jullie dat goed? Ik weet niet of dat heel duidelijk is. Mijn huid blinkt precies sowieso nogal. Maar ook de Pink Sky is wel een vrij donkere van kleur. Dus ik moet wel zeggen, ik gebruik highlighters graag ook om echt op te lichten. En ik denk, als ik dat met deze ga doen, dan gaat dat niet. Dus dat is net een tintje te donker voor mijzelf om echt te gaan oplichten. Je ziet de glitters vliegen, ja, dat is inderdaad wel waar. Dat is inderdaad wel. Maar ik vind hem heel mooi voor op mijn wangen. Voor zo over een blush te doen, is hem echt wel super mooi. Dus die krijg je na 20 aankopen bij je verkooppunt. Hè? Dan, als je zo je kaartje hebt. Ja, super mooie Charlotte, inderdaad. Vind ik ook wel echt. Dus ja, hij glanst heel mooi. Ik blijf zo heel de tijd in mezelf, naar mezelf kijken in de spiegel. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ik ga even terug hier naar jullie kijken. Oké, dus nu is onze huid wel klaar. Dan gaan we over naar de ogen. Ik start altijd als basis. Bijna altijd met de Clean. Ik vind dat een fantastische basiskleur. Dat is gewoon een matte beige. Die kan overal onder. En dan heb je een basis om je kleuren goed te gaan blenden nadien. Is dat dezelfde als in de kerstbox? Ah, dat wist ik zelf niet, hè, Charlotte. Ah, voilà. Bij deze. Ik gebruik daarvoor het Eye Flat penseel. Dus dat is gewoon het basis oogschaduwpenseel. Een katatong heet dat ook wel. Ik begin te merken, mijn oogschaduwje krijgt zowel echt een pukje dan dat altijd te gebruiken. Dus de Eye Flat met de Clean. En ik breng dat aan over heel mijn bewegend ooglid. Nog puur als basis eigenlijk. Dat moet niet per se heel netjes of zo zijn, nog niet. En we gaan dat aan de andere kant ook doen. Welke highlighter zit er in de glitterbox? Ik moet jou dat antwoord schuldig blijven, eerlijk gezegd, Karen. Misschien dat Charlotte dat ook wel weet. Ik moet jou dat antwoord schuldig blijven. Ik weet dat eerlijk gezegd niet. Ik weet ook niet of dat dezelfde boxen zijn als met kerstmis. Ik heb dat eigenlijk... Ah, voilà. In de glitterbox is de Pink Sky. Voilà, hè. Goed dat wij zo'n oplettende mensen hebben. Die dat wel weten. Zo, dus gewoon nu de Clean als basis aangebracht. Ah, voilà, ook. En zijn dat Helijn, zijn dat dezelfde boxen als met kerstmis, of niet? Scan, maar dat was moeilijk, ja. Dus ik heb nu de Clean aan. En ik ga als tweede kleur ga ik de Pretty in Pink aanbrengen. Dat doe ik ook gewoon met een Eye Flat. En die gaat eigenlijk zo de tweede helft van je oog. Dus als je oog in twee stukken verdeelt, gaat dat eigenlijk, heb je dan links... Ah, voilà, het zijn dezelfde boxen. Heb je links de Clean en rechts de Pretty in Pink. Doen we nu even. We kunnen er altijd nog wat bij doen. Zo dadelijk, als de kleuren niet fel genoeg zijn of zo, dan kunnen we daar nog heel veel aan aanpassen. Huppakee. Zo, is het goed duidelijk voor jullie? Ik heb er straks mijn ringlamp laten vallen. Ik heb zo een glamkorlamp, die heeft zo twee armen met lichten. Vorige week was daar de adapter van het stuk. Dus ik ben vorige week een nieuwe adapter gaan halen. En nu heb ik daarnet mijn ringlamp laten vallen en nu is daar de lamp van het stuk. Dus daar heb ik dan nu een nieuwe reservelamp voor gekocht. En gelukkig is deze al hersteld. Dus we hebben nu gewoon Clean en Pretty in Pink. Gewoon naast elkaar aangebracht, dus dat is nog niet geblend of zo.
Blenden gaan we dat doen met ons blendpenseel. Je zet gewoon, je hebt die scheiding en je gaat gewoon op die scheiding even heen en weer zigzaggen met je kleur, met je blendborstel, om die twee kleuren in elkaar te laten overvloeien. En dan ook hier van boven in je arcadeboogje kan je zo heen en weer gaan, om die kleur gewoon wat te verspreiden. Dat is nog heel zacht, hè, dit. Nu gaan we wat extra kleur aanbrengen. Ik doe dat graag met de matte about you. Dus van de compacte oogschaduws is voor mij echt een basic must have, de clean en de matte about you. Die gebruik ik bijna bij iedere look als ik de compacte gebruik. En dan het eye precise penseeltje. En daar gaan we eigenlijk een extra accentje mee aanbrengen. Ik heb graag zo'n accentje hier aan mijn wimperrand vandaag. En dat gaan we dan zo wat naar boven toe uitblenden. Dus het is niet de bedoeling dat dat zo'n streep blijft, uiteraard. We nemen daar dan ook weer de blendborstel bij. En dan kunnen we die kleuren zo echt mooi gaan blenden. Nu, natuurlijk is het zo dat we nu die kleuren die eronder zitten een beetje gaan wegdoen. Dat is geen probleem, we gaan er zometeen gewoon terug over. Dat die terug wat opvallender worden. Maar dan zit wel de basis eronder. Dus je kunt de oogschaduws altijd opbouwen. Hè. Hoe meer kleur, dat je, hoe vaker dat je erover gaat, hoe intenser dat je kleur wordt. Voilà. Zo, ik vind dat wel mooi dat zo dat hoekje schoon afgetekend is. Ik ga proberen om aan deze oog hetzelfde te doen. Maar ik kan met dit oog bijna niet zien. Maar ik kan niet goed praten, ook niet vandaag. Ik kan met dit oog bijna niet zien. Dus de kans dat dat toch een beetje anders uitvalt bij mezelf, is er altijd. Over het algemeen valt dat redelijk goed mee, omdat ik er wel in getraind ben, maar soms gebeurt dat bij, dat dus niet helemaal hetzelfde is. Maar dan weten jullie hoe dat komt. Dus we blenden gewoon eigenlijk in den boog. En je tekent eigenlijk een kunstmatig arcadeboogje. En dan draai je zo wat rondetjes op die lijn, om die kleur wat te vervagen. Het is hier heel stil. Hè? Als er voor de rest, als je vragen hebt, dames, dan mogen die altijd stellen. Hè? Ik ga dat hier dus ook nog een klein beetje intenser maken. Omdat we dat aan de andere kant ook gedaan hebben. Okay. Zo. Voilà. Zie. Is deze kleur het gelijk aan de mut? Ja, ik denk eigenlijk dat hem tussen de mut en een tuned in zit. Ja, dus van de losse oogschaduws. Maar ja, en lijkt er wel een beetje op, hè? Maar ik denk in de mut zit daar nu zo'n beetje een glans in. Een klein beetje wel, denk ik. Interessant, goed bezig. Dankjewel, Kissel. Dus ik denk, het lijkt een beetje op de mut en de tuned in zo ertussen zitten. De tuned in is wel nog een stuk feller. Zo. En dan kunnen we nu... Ik heb eigenlijk als vierde kleur nog die kantjes gekozen. Omdat ik die kantjes heel mooi vind voor aan een extra accent te leggen. De mut heeft een klein beetje een glans. En die matte about you is echt mat. Die heet mat. Matte about you ook eigenlijk. Dus ik ga eens even iets proberen met die... Pretty in Pink. Kijk, als je die daar nu bij zet, dan heb je veel harder het contrast. Hè? Dan is hem echt... Dan heb je mooi het contrast van de Pretty in Pink. Wat voor al onze oogschaduws geldt trouwens, is als je die dept, zijn die intenser dan dat die... Dag, Robin. Als je die dept, zijn die intenser dan dat je die... zeg het eens. Dan dat je die wrijft. Ik ga nu heel even met de clean hier aan de binnenkant ook gewoon terug mijn hoekje wat feller zetten. Dus eigenlijk hebben we nu gewoon de clean, de pretty in pink en dan aan de buitenkant de matte about you gedaan. Maar ik zeg het, ik heb die vierde kleur nog, die kantjes en ik wil die erbij. Dus ik ga die erbij zetten. Ik ga dat ook gewoon met die eye flat doen. En eens kijken of dat die dan intens genoeg is. Ik ga deze een beetje aan de buitenkant zetten, omdat hij toch een stukje donkerder is nog dan de Pretty in Pink. Oh, mooi, mooi. Ja. Dat is mooi, hè? Vind je dat?
Ik weet niet of dat zo heel duidelijk is op het beeld eigenlijk. Ik denk altijd, in het echt is dat altijd duidelijker en mooier. Hè? Nog erger is om nadien er foto's van te trekken. Dat ziet er dan kei mooi uit. En als je daar dan foto's van trekt, dan zie je dat gewoon bijna niet. Oeps. Zo. Dit maakt het wel wat warmer. He, die kontjes zijn over, die, als je die dan hier zo'n beetje mee overdoet, dan maakt het wel warmer. De Mette By Two is een vrij koele kleur. En dan zo is dat toch een beetje warmer. Ik ga het alleen nog eens even een beetje blenden, want ik vind het nu dat er weinig overgang in zit. Vooral zo hier aan die boog vind ik het belangrijk dat dat mooi geblend is. Zo, oké. En dan kunnen we overstappen naar de oogpotloodjes. Zijn dat allemaal matte kleuren? Nee, nee. Dus ik weet niet of je dat goed ziet. De Pretty in Pink en die kontjes. Ja, die kontjes, zo zie je het niet. De Pretty in Pink en de kontjes, dus die laatste twee kleuren die ik er terug heb overgezet, zijn glanzende kleuren. En de Clean en de Matte By You zijn matte kleuren. Amai, zeg, sorry. Matte kleuren. Dus ik ga in mijn waterlijn de cream zetten. Het cream oogpotlood. Waarom? Omdat dat jouw ogen echt groter laat lijken. Veel mensen zeggen, ah, ik doe een zwart lijntje, want dan lijken mijn ogen groter. Dat is dus helemaal niet waar. Wat je wel hebt, is dat je ogen, dat je wimpers donkerder gaan lijken. Maar je ogen lijken niet groter met een zwart lijntje. Integendeel. Als je dat in je ogen doet, gaan je ogen net kleiner lijken. Ik heb vorige week tijdens de live op mijn eigen kanaal, heb ik dat laten zien, denk ik. Het verschil met een potlood erin en eronder. Wat je dan wel kunt doen, is een lijntje onder je wimperrand. Ik ga dat nu doen met de You're Such a Taupe. Dus dat is ons topoog, ons topoogkleurig potlood. Dat is het niet. Ons topkleurig oogpotlood. Amai. En dat kunt je dus ook heel mooi onder je wimperrand aanzetten. Dat is niet te fel. Supermooi. Zie je, dat is een heel mooi. Als je dat toch wat fel vindt, kun je altijd met onze wenkbrauw- en eyelinerpenseel dat zo een klein beetje wat gaan uitblenden. Want die potloden zijn super crèmig, smeuig. Dus je kunt die echt heel goed gaan uitblenden. Ik ben in een waaghalsmoed vandaag. Dus ik heb een goestingetje om een eyeliner te zetten. Maar je weet dat dat heel snel kan mislopen. Gaan we dat doen of gaan we dat niet doen? Ik ben alvast een slijper aan het zoeken. Willen we een eyeliner, ja of nee? Geen antwoord. Ja, dan moet ik zelf kiezen. Hè? Dan moet ik het doen. Dus ik ga een eyeliner doen. Schiet me niet dood. Het kan zijn dat dat misloopt. Want ook al ben je make-up artist en doe je dat iedere dag, kan het nog altijd zijn dat je zo'n dag hebt waarop dat echt niet lukt. Dus dit is gewoon de Blackest Black. Dat is ons oogpotlood, ons zwart oogpotlood. Dat is al een stukje korter dan de andere, omdat ik dat al veel gebruikt heb. Maar daar kun je dus heel gemakkelijk een hele simpele eyeliner mee maken. Deze oog, dat gaat geen probleem zijn. Dat is mijn goede oog. Dus ik zal misschien beginnen met mijn slecht oog. Dan kan het daarna alleen maar beter gaan, toch? Dus wat je gaat doen, is eigenlijk tegen je wimperrand gewoon een lijntje tekenen. Als je dat met dat potlood doet, dat moet dus niet helemaal strak zijn. Dat valt mee. Ik ga even wat mee kluren. Het voordeel is dus ook dat dat echt smeuïge potloden zijn. Dus dat die heel gemakkelijk tekenen. Je moet daar dus niet keiveel, keihard op duwen ofzo. En dan neem je dus die eyeliner brush. En dan gaat je daar gewoon over gaan. En je kunt eigenlijk de wing gaan tekenen met je brushje. Want je kunt dat gewoon zo wat uitsmutsen. En dan heb je zo wat een wingetje of een wing effectje. Zie je dat? Met gewoon het potlood in het zo wat uit te vegen.
En dan gaan we dat aan deze kant. Halleluja, de goede kant. Maar je ziet, als je dus de lijntjes boven de wimpers doet, dit oog ziet er nu wel veel groter uit. Hè? Dus we hebben een lijntje onder onze wimpers, het witte oogpotlood in de waterlijn en dat vergroot je ogen dus wel enorm. Voilà. Het goede oog, dat zou beter moeten gaan. Maar ik zeg het, ik vond mijn slijper niet, dus mijn potlood is een beetje aan de bottenkant. Een goede tip is dus wel om het te slijpen voordat je dat doet. En dan gaan we dat ook hier weer smudgen. Maar sorry, ik ben even geconcentreerd en kan ik niet zo goed babbelen. Straf. Voilà. Zo. Ik heb hier het lijntje misschien wat ver gedaan. Wat vinden we ervan? Dan moet je dat hier ook wat verder doen, hè? Ik vind het dus zelf wel mooi. Je geeft zo'n heel klein, fijn lijntje. Zonder dat je daar echt de zotste, moeilijke eyeliner voor hebt moeten trekken. Natuurlijk, in het begin is dat altijd even oefenen. Hè? Maar als je dat een paar keer gedaan hebt, gaat dat echt vanzelf. Wat hebben we dan nog? Dat is dan ons wenkbrauwpotloodje. Meestal doe ik het met twee kleuren. Ik ga vandaag enkel eens voor de soft taupe. Dus dat is ons lichtste potlood. Ik ga vooral gewoon de onderkant wat aanzetten. En hier naar voren een klein beetje bijkleuren, maar niet te veel. Dank u wel, dames. Hier ook weer de onderkant goed strak. En dan hier een beetje bijvullen. En dan gaan we dat even... Ja, ik heb graag mijn wenkbrauwen die rechtop staan. Allee, zo wat meer in model staan. En dan is zo'n brow soap dus een hele goede oplossing. Voilà. En dan heb je dus echt instant goede wenkbrauwen. Tadaa! Zie je dus. Dat zie ik graag. Goede wenkbrauwen. Het alleen nog eens epileren zie ik ook. Maar ja. En dan, natuurlijk, wat hebben we nodig om onze look af te maken? Heb je tips voor hoe je een wink kan plaatsen bij Hooded Eyes? Absoluut. Ida, als je een wink wilt plaatsen bij Hooded Eyes, mag je dat nooit aan de bovenkant van je ogen beginnen doen. Dan moet je eigenlijk echt gaan meten. Ja, want meestal doet je verlengt je bovenste ooglid, dat mag je eigenlijk niet gaan doen. Dan moet je eigenlijk echt je onderste wimperlijn gaan verlengen. En zien, want meestal Hooded Eyes, dat is meestal echt zo aan dat hoekje. Dus dan moet je zien dat je aan de onderste wimperrand gaat verlengen. En dat je niet in die plooi gaat zitten. Dus dat je echt van hieruit je wing gaat tekenen. En dat je niet, dus niet in die huidplooi tekent. Want vanaf dat je over die plooi tekent en je doet dan je ogen open, dan gaat het daar een hoek in hebben. Ik hoop dat dat een beetje een duidelijke uitleg was. de mascara. Waar heb ik hem nu gedaan? Hier, ik ben snel afgeleid, je ziet dat. Ik kies voor de zwarte mascara, omdat ik gewoon van zwarte mascara hou. De mensen die de mascara van I'm Clean hebben, je gaat zien, die heeft aan de bovenkant zo twee bultjes en van onder is hij strak recht. Je gebruikt eigenlijk de twee bultjes voor je bovenste wimpers. Waarom? Wat gaan die bultjes doen? Die gaan eigenlijk zorgen voor een bolling of een krul in je wimper. Dus dat is belangrijk. Voor de rest, wat is er nog super belangrijk? De manier waarop dat je je mascara aan doet. Dat is heel erg tegen je wimper aanzet, duwen. Goed daartussen duwen. Sorry, ik hoor mijn kinderen hier wat zitten lachen. Ik weet niet of jullie dat ook horen. En dan gaat je zigzaggend naar boven bewegen over je wimpers. Dat je wimpers echt heel goed tussen die haartjes van je borstel zijn gekomen. Tussen de haartjes, je snapt wat ik wil zeggen. Dus goed tegen je wimper aanzet. En dan gewoon zigzaggend naar boven. Over de bultjes. Oeps. Gaan we daar nog eens een laagje over doen.
die zware bultjes in die borstel krijg je eigenlijk zo mooi die krul en een beetje zo aan de buitenste wimper dat cat eye effect, dat je zo wat dat doet. Hoppakee. En mijn onderste wimpers doe ik dan weer wel gewoon met de rechterkant. Ik ga er gewoon langs opzij zo wat over. Ik doe dat niet zo gemakkelijk gewoon zo, want dan hang ik altijd vol. Dat is niet bij iedereen zo, maar dat is bij mij wel. Ik krijg ook heel veel de vraag van mensen, als ik mascara aanbreng, dan smas ik op mijn oogleden. Weet gerust dat dat bij iedereen wel eens gebeurt. Hè? Maar als je dat altijd hebt, wil dat meestal zeggen dat je gewoon te hard op je mascara duwt. Ja, is inderdaad een hele goede mascara, hè Charlotte? Dat is inderdaad. Dus ook hier weer goed tegen de wimperrand en zigzaggend naar boven. Zigzag, zigzag, zigzag. Huppakee. Voilà. Is nu gelijk. Deze oog mag nog een beetje meer. Zo. Voor de rest, is er nog iets dat ik nog moet zeggen? Ik ga de lippen natuurlijk nog doen. En dan hier de onderste wimpers nog. Zo. Zo. Oei, ik heb hier zo'n klein beetje. Ja, beter. Klontertjes. Voilà. Maar zo'n mascara maakt het wel echt af, hè. Oh no, mijn kat springt hier mee op tafel. Olaf. Ik hoop dat hem niet komt lastigvallen. Ik ga hier toch maar even alles aan de andere kant staan. Dat is hier niet de bedoeling. Het is enkel de lippenstift nog. Ik heb gekozen voor het nude potlood. Oh my god. Ik ga even mijn kat pakken, want die zit hier zo wat tegen mijn lamp. Met zijn hoofd, kopje. Ik ben soms enthousiast en dan steek ik de mascara bijna in mijn oog. Ah, hier is hem. Allee, die zegt dag. Ja, de Olaf. Ja, je kent hem al, hè. Die zit hier zo, ik zie mijn lamp hier al vallen en ze is net gemaakt. Deze zegt, no. Dus, de lippenstift. Ik heb gekozen voor het nude pencil. Ook die is mat. Bot. Ah, ik ben toch niet zo goed voorbereid als ik dacht. Ja, en ik ga die gewoon in mijn lippen ermee inkleuren. Nu komt een cat eye te stonen, ja. Ook schoon geschminkt, met een wit randje erin. Ja, het is een hele mooie poes. Het is een Britse kort haar, maar zo in een... ja, die heeft een speciale kleur. Een blue point of een color point. Een van die twee is het. Ik vind die nude trouwens ook heel mooi om gewoon heel je lippen mee in te kleuren. En dat is ook weer echt een zalig gevoel met de lippenpotloden ook van I Am Clean, omdat die ook super smeuig zijn. Dus je kunt die ook echt gewoon alleen als lippenstift gebruiken. En ik ga daar vandaag de glittering lipgloss over zetten. Dus blijkbaar zijn er dan terug nieuwe glitterboxen. En in die glitterboxen zit dan deze lipgloss, de glittering, de Pink Sky Highlighter en de fanbrush. En dan gaan we de lippering. Ken je die nou? De lippering. De glittering. Lipgloss erover zitten. En ik heb dat wel graag dat er zo wat een extra glossken in zit. Voilà ça. Look. Zie je dat mooi? Voilà, en dan is eigenlijk onze look klaar. Ja, goed voor een terrasje of voor een feestje of alles wat je mag. Welke kleuren zijn er van de lippotloden? Wij hebben de nude, de skin, de purple rain en wat is nummer 4? Ik moet even denken. Dank je wel, Carol. Dank je, Nikki. Hoe is nu de vierde?
iemand die mee aan het meekijken is van I'm clean toevallig. Of Chabot, misschien weet jij dat ook. Ik kan er gewoon even niet opkomen wat de vierde kleur is. Nude. Skin. Purple en naked. Voilà, dat is het. The naked in the purple rain. Dus dit is de nude. Die heeft echt... de naked die is ook zo warm, maar die heeft een iets rozigere ondertoon. De skin die is dan iets opvallender. Nog altijd in de nude tint is, maar iets opvallender nude. En dan de purple rain is echt meer naar een donkerder potlood. Goed voor onder de powerful lipstick bijvoorbeeld. Zalige lives en een atomig reetje. Dankjewel, Vanessa. Ja, sorry. Ik ben hoe ik ben, hè. Voor de rest, wat moet ik nog zeggen? Natuurlijk, alle producten kun je vinden uiteraard bij mij, maar ook bij alle andere verkooppunten. Je kunt mij ook terugvinden op Facebook en op Instagram. Als je naar de website van I'm Clean gaat, kun je daar altijd de verkooppunten allemaal terugvinden. En dan kun je... Voilà. Ik zal iets langs gaan bij Bab Volasse. Die gaat die ook allemaal hebben, uiteraard. Hè. Dus op de webshop van I'm Clean gaat je alle verkooppunten kunnen terugvinden. Op de website van I'm Clean. Op de webshop ook natuurlijk. Maar het is altijd leuk als je naar een van die verkooppunten gaat. Moet je de mineralen afsprayen? Je bedoelt sprayen om te zetten, bedoelde? Met een setting spray, Charlotte? Op Instagram en op Facebook is mijn naam @makeupbrowsandmore. Dus dat is de naam. Charlotte, moet je de mineralen afsprayen? Was dat de vraag voor mijn setting spray of was dat voor een andere vraag? Ik heb nu geen setting spray gebruikt. Hè. Je kunt ze inderdaad wel vastzetten, hè, met een setting spray, maar dan is er van I'm Clean, die zit er nog niet. Voilà. Zijn er nog vragen? Als die er niet meer zijn, dan ga ik de live afsluiten. En wauw, ik ben kei trots op mezelf, want ik ben 3 kwartier live, dus ik ben super mooi binnen de tijdsmarge gebleven. Hè. Ik heb nog niet veel zo'n korte lives gedaan. Dus als er iemand nog vragen heeft, dan mogen die nu nog stellen. Inschoten, ja, klopt. Dan wil ik hier daar nog op antwoorden. En anders ga ik hier opruimen en mijn penselen echt eens wassen. Ah nee, je moet niet altijd... Nee, Charlotte, ik gebruik niet altijd een fixing spray. Ik gebruik eerlijk gezegd een fixing spray bijna alleen als ik uitga. Maar inderdaad, Leslie antwoordt ook al. Je kunt dat ook doen met een toner van Lycanine. Ik heb hem hier nu niet staan. Hij staat niet hier. Hij staat in mijn badkamer. Maar dus je kunt dat ook gewoon met een toner van Lycanine. Kun je ook altijd een beetje zitten. Of als je een andere setting spray hebt, kun je dat ook. Dan blijft het sowieso beter zitten. En met de primer eronder ga ik het ook... dank u. Ga ik het ook al beter blijven zitten. Zo. Voilà. Heel fijn dat jullie hebben gekeken. En misschien, ik weet eigenlijk niet, misschien dat ik in april nog wel eens live kom op deze pagina. Dat zullen jullie dan wel zien. Superleuk, Jeraal. Dat is heel lief. Dank u. Voilà. Dames, ik ga afsluiten. En ik zie jullie heel graag op een volgende keer terug.